Wat is dit? Precies, een kerncentrale. En in de kerncentrale, in het midden, daar komen kernreacties voor. Een mooi onderwerp om het even over te hebben. Een kernreactie bevindt zich natuurlijk in de kern van het atoom. Ja, je ziet een atoom, maar we gaan dus even naar de kern. Ja, dus de kern pakken we een apart en we kijken wat in de kern zit. Nou, allereerst die rode dingen en dat zijn de protonen. We hebben hier 11 protonen en we noemen dat het atoomnummer. Het atoomnummer is het aantal protonen wat in de kern zit. En dat is dan ook tegelijk omdat een proton een lading heeft van 1 elementaire lading, is dus de lading van de kern 11 elementaire lading, 11e. De zwarte bolletjes, 9 stuks in dit geval, dat zijn het aantal neutronen. Ja, dus hier 9. En in totaal krijgen we dus 20 deeltjes. Die 20 deeltjes, het getal 20, dat is het massagetal. En het massagetal is hier dus het aantal protonen, het aantal neutronen is 20. Qua notatie van deze kern, ja, we hebben het hier over het element natrium, is dit de notatie. Ja, of eventjes een beetje gecentreerd, ja, en ook algemeen, ja, krijg je dus dat behalve het symbool Na, komt linksboven te staan een getal, en dat is het massagetal, en linksonder komt het getal het atoomnummer. Behalve deze notaties kun je in boeken ook nog als alternatieve notaties vinden het symbool en daarachter het massagetal, of dat men gewoon het atoomnummer even vergeet. Hè? Kijk, het atoomnummer voor een element is altijd gelijk. Dus als je weet dat het natrium is, dan weet je altijd dat het atoomnummer ook 11 is. Het hoeft dus niet apart meer aangegeven worden. Dus die 11, ja, dat is logisch, omdat je weet dat het natrium is. Al deze zaken staan natuurlijk ook in BINAS. Nou, kijk hier, een isotopentabel. Tabel 25, een van de grotere tabellen in BINAS. Pakken we nu een willekeurig stof eruit, bijvoorbeeld hier, bismut, ja, dan zie je daar 212, 83 staan. Nou, die 83, dat is het atoomnummer. Ja, je ziet hier inderdaad atoomnummer. Ja, en bij bismut staat 83. En 212, het massagetal. Ja, inderdaad hier. Massagetal. Massagetal 212. Dat betekent dus dat deze kern die bestaat uit 83 protonen, het atoomnummer, en 129 neutronen. Let op, het massagetal 212 betekent niet dat de massa exact 212 is. Ja, net iets minder. Ja, we komen later wel weer eens een keer daarop terug. Het is trouwens ook zo dat, kijk, het voorkomen natuur, dat is hier helemaal niet aanwezig. Ja, die hele stof, dat is een kunstmatig iets, die ontstaat alleen maar door kernreacties. En die verdwijnen dan ook wel weer redelijk vlot. Waarom meerdere stoffen van bismut? En ook daarboven zie je dus inderdaad ook voor lood, dat er heel veel diverse soorten zijn. Wel, we gaan eventjes naar wat simpelers toe. Waterstof. Ja, waterstof, 1 proton in de kern. En dat betekent dus dat het symbool daarvoor is 1,1H. Immers, het aantal deeltjes is 1, dus het massagetal is ook 1. Je kunt nu er 1 extra neutron in de kern bijstoppen. Ja, het aantal elektronen dat er omheen blijft cirkelen, blijft gewoon hetzelfde. Want ja, waarom zou er meer zijn? De totale lading van de kern blijft gewoon 1. Dus 1 elektron is ook voldoende. We noemen dit soort waterstof deuterium. En hier zie je ook meteen de notatie. Ja, het getal linksonder blijft gewoon gelijk. Het atoomnummer blijft 1. De lading blijft ook 1. Alleen het aantal deeltjes, dat is dan 2. En op deze wijze kun je er ook 2 neutronen bij doen. En dan krijg je tritium. 3,1H. Meerdere smaken voor waterstof zijn er niet. Maar we noemen deze verschillende soorten van hetzelfde element isotopen.
Ja, hier staat het al, isotoop, ja, is dat atoomnummer niet veranderd, maar het massagetal, dat is wel verschillend vanwege het verschillend aantal neutronen. Nou, en tabel 25, ja, je hebt zo net al gezien, daar boven stond isotopentabel. Oftewel, daar staan alle isotopen bij. Ja, en dan zie je dus inderdaad dat voor waterstof, ja, hier staat het, ja, zijn er 3 verschillende isotopen. En het massa is inderdaad 1, 2 of 3. Hè? Afgerond dan. We gaan eventjes kijken voor proton, neutron en elektron. Wat zijn de notaties voor deze 3 dingen? Hele belangrijke elementaire deeltjes. Allereerst het proton. Het symbool voor proton is eenvoudig. De P. Wat is het atoomnummer van een proton? Nou, wat is de lading van een proton? 1. Dus is het atoomnummer ook 1. Uit hoeveel deeltjes bestaat proton? 1. Dus is de notatie 1,1p. Dan het neutron. Nou, het symbool is weer voor het neutron. Dat is de kleine letter N. Wat is de lading van het neutron? 0. Ja, heeft geen lading. Dus komt er ook een 0 te staan bij het atoomnummer. En het bestaat uit 1 deeltje, dus 1, 0 en. Het elektron. Nou, eerst eventjes het symbool, de E. Linksonder komt de lading staan, dat is min 1. En linksboven het aantal deeltjes. En elektron, dat is dusdanig klein dat het nauwelijks massa heeft. Er zijn geen protonen, geen neutronen. En het massagetal voor een elektron is dan ook 0. Behalve het elektron kun je natuurlijk ook dit krijgen. Ja, en dat is precies hetzelfde, alleen in plaats van min 1 wordt het dan plus 1. Oftewel, dan is het positron. Kortom, 4 deeltjes met ieder een eigen notatie. Behalve notatie gebruikt men ook wel eens wat andere afkortingen. He, dat is wat praktischer. Proton, P+, neutron. Nou, je ziet hier, alles spreekt voor zich. Maar er is meer. Uit de kern kan straling vrijkomen. Beta-straling, alfa-straling, gamma-straling. Die beta-straling die bestaat uit deeltjes, beta-deeltjes. En dit is de notatie voor beta-straling. 0, min 1. De andere mogelijkheid is natuurlijk beta plus deeltjes. Ja, dan is het precies hetzelfde. Alleen in plaats van min 1 krijg je dan beta plus. Die alfa-straling, ja, die bestaat uit 4,2 alfa. Oftewel, het bestaat uit 2 protonen en 2 neutronen. Ja, de alfa-straling. En tenslotte de gammastraling. En gammastraling, dat is een apart iets, want die bestaat uit totaal geen deeltjes. Het is puur straling, deeltjesloos. De gammastraling. Nou, ook hier weer in plaats van beta straling op deze wijze, kun je hem ook op die wijze gaan schrijven. En dat zie je natuurlijk ook al, heb je al gezien denk ik. Beta straling bestaat puur uit elektronen. En de beta-plusstraling bestaat uit positron. En die alfa-straling, nou, wat voor deeltje heeft 2 protonen? Precies, dat is helium. Oftewel, alfa-straling is een straling die bestaat uit heliumkernen. Helium 4, 4 deeltjes in totaal. Stel je voor, ik heb hier een atoom. Nou, hier staat die 226 radium. En die voelt zich niet lekker. Ja, hij moet een beetje en hoppakee, hij spuugt een deeltje uit. Hij spuugt een alfa deeltje uit. Ja, behalve 4,2 alfa mag je ook zeggen 4,2 helium, want alfa deeltje is een heliumkern. Natuurlijk verandert dan de kern, ja, want hij mist een alfa deeltje en de massa was 226. En als er 4 deeltjes afgaan, ja, dan wordt het 222. En er gaan 2 protonen weg, dus wordt dat 86. We noemen dat het vervalproduct.
En bij vervalproduct hoort een vervalvergelijking. Nou, je hebt eerst radium en dat wordt dan radon plus een alfa deeltje. Nou, let op dat de getallen boven 226 is gelijk aan 222 plus 4. Ja, oftewel, het massagetal moet bij het verval behouden worden. En hetzelfde geldt voor het atoomnummer. Ook dat is dat het behouden moet worden. Op die manier kun je eenvoudig een vervalvergelijking opstellen. En ook dit is weer te doen met behulp van precies tabel 25, de isotopentabel. En hier kun je zien wat voor straling vrijkomt bij bepaalde elementen. Heb je lood, lood 204, dan kom je daar gamma-straling tegen. Er zijn ook deeltjes die hebben geen straling. Dat zijn de stabiele deeltjes. Ja, die veranderen dus niet, die blijven altijd hunzelf. Je hebt ook nog deeltjes en die hebben van alles en nog wat. Die hebben en alfa en beta en gamma. Het is ongelijk dus. Het is puur een toevalsproces van wat treedt dan op. En je hebt nog de K-vangst. En bij de K-vangst, daar gaan we eventjes naar kijken. We hebben hier het magnesiumatoom en in de isotopentabel staat daar dat er een K-vangst kan voorkomen. En wat is K-vangst? Dat is dat een elektron, die heeft een bepaalde baan om de kern, en die banen die zijn voorzien van een letter. En de binnenste baan, dat is de K-baan. Nou, daarna de L-baan, de M-baan, etc. En K-vangst, dat is dus dan dat de kern, die slokt een elektron op uit de K-baan. Nou, het elektron komt in de kern. En in de kern, wat komt daarvoor? Dan krijg je dat een proton, ja, hier één proton, die fuseert in feite met het elektron. En dan krijg je de vervalvergelijking. Ja, beneden moeten de getallen zelf zijn. Dus 1 en min 1 levert samen 0 op. En hier 1 plus 0 levert samen 1 op. Oftewel, het proton en het elektron samen vormen samen een neutron. Dat betekent dus dat er dit ontstaat voor het magnesium. Ja, magnesium plus het elektron, plus de K-vangst. Het aantal deeltjes blijft gelijk. Ja? Een proton wordt een neutron, dus het aantal deeltjes blijft gelijk. Maar het atoomnummer, het aantal protonen, dat gaat 1 naar beneden toe. Want een proton verandert in een neutron. Nou, behalve dat er een elektron van de K-baan naar de kern gaat, wordt het ook zo dat de elektronen worden keurig weer opgevuld vanuit de buitenliggende banen. Een andere vervalvergelijking. Ja, of wel anders. Radon hebben we ze net al gehad. Hè? Maar we kijken eventjes dit met behulp van de isotopentabel. En dan kijken we vooral naar de massa. Ja, de massa van de radon is 226. Nou, hier staat het, 0,2540. Oftewel, de massa voor tijd is zoveel atomaire units, atomaire massa-eenheden. Maar let op, we hebben hier het wel over atoommassa in de isotopentabel. En met die vervalvergelijking spreken we niet over atomen, maar het gaat over kernen. Oftewel, behalve de massa van de kern, zit in die isotopentabel ook nog de massa van de elektronen bij. Dus die 226 U, ja, dat is de massa van de kern plus die van de elektronen. Oftewel, ik moet de elektronen er nog afhalen. En ik heb 88 elektronen om in het atoom. Dus haal ik de massa van het elektron uit tabel 9b. En dan krijg ik in totaal een massa van, ja, het scheelt niet veel, hè, maar het komt wel nauw in dit geval. 225, hier staat dus zoveel units. Goed, dit is dus de massa die ik voor de tijd heb. De massa na de tijd
is de massa van het radonkern plus de massa van het alfadeeltje, in feite van de heliumkern. Uit de isotopentabel kan ik radon halen. Massagetal is 222,01757 en radon 86 elektronen. Dus ik moet even de massa van 86 elektronen eraf halen en ik kom op zo'n massa. En hetzelfde voor het alfadeeltje. Ja, en kom ik op zoveel atomaire massa-eenheden. Opgeteld is dit de massa. En als je nou de massa voor en na ziet, dan klopt het niet. En dit is geen afrondingsfout. Dit is daadwerkelijk een massa-defect. Er verdwijnt massa. En massa-defect van 0,00523 massa-eenheden is een kilogram, heb je weer deze tabel voor nodig. Ja, en daar staat dat 1 u is zoveel kilogram. Oftewel, het massa-defect is, nou, je zou bijna zijn verwaarloosbaar, maar dat is het niet. Het massa-defect is zoveel kilogram en dan komt meneer Einstein om de hoek kijken. Want meneer Einstein die zei van, hey, let op, massa en energie zijn eigenlijk hetzelfde iets. Oftewel, de energie is gelijk aan mc². Je hebt zoveel massa, ben je kwijtgeraakt, maal c in het kwadraat. En dan kom ik op een energie van, nog steeds redelijk klein, maar toch. Je hebt dus bij één verval, kom je een energie tegen van 7,8 keer 10 tot de macht min 13 joule. Nou, eventjes weer ophalen. 1 elektrovolt was zoveel joule. Dus als je dit omrekent naar elektrovolts, dan kom je op 4,87 keer 10 tot de macht 6 elektrovolts. Oftewel 4,87 mega elektrovolts. Ja, en dus op atomaire schaal zijn dit behoorlijk grote energiewaarden. Die 4,87 mega elektrovolt kon je ook op een andere manier achterhalen. Kijk, dit is weer de isotopentabel en dan zie je dat 1 U overeenkomt met zoveel mega elektrovolts of zoveel joules. Dus dat energie kun je ook berekenen met die 0,0523, want dat was massa-defect, was zoveel atomaire massa-eenheden. En dat doe je maal de energie die overeenkomt met één zo'n massa-eenheid. Dan krijg je dus 0,00523, het massa-defect, maal 931, etc. En als je dat uitrekent, kom je inderdaad precies op die 4,87 mega elektrovolts. Ja, dus je hebt ESMC kwadraat eigenlijk niet nodig, omdat dat eigenlijk al hier in BINAS is verwerkt. En deze energie, die komt vrij in de kerncentrales. De kernenergie maakt gebruik van het massa-defect. Dat massa-defect om wordt gezet in energie. Kernenergie bestaat uit of kernsplijting of kernfusie. Bij de kernsplijting heb je een zwaar atoom, een zware kern. En de kern wordt beschoten met een neutron. Doordat er een neutron inkomt, is de kern behoorlijk instabiel en breekt in twee stukken. En behalve die twee stukken komen er ook nog extra neutronen vrij. Met de kernsplijting dus. Hier heb je een voorbeeld van kernsplijting. Er zijn heel veel verschillende soorten kernsplijting hoor. Maar hier heb je dus dat je begint met een uraniumkern. Daar komt een neutron bij, die wordt er ingeschoten. En dan ontstaan er dus twee dochterkernen, vervalproducten, en drie neutronen komen er vrij. En die drie neutronen, die kunnen ieder op zich weer een ander uraniumkern splitsen. En op die manier ontstaat er dus een proces dat zichzelf in stand houdt. Sterker nog, je moet het zo nu en zelfs ook nog temperen, omdat het anders uit de hand loopt. En dan krijg je een kettingreactie. Maar op deze manier krijg je dus energie uit kernsplijting. Bij kernfusie heb je andere zaken. Dan heb ik
twee waterstofatomen. Niet een gewone waterstofatoom, nee. Ik heb hier een waterstofatoom. Die bestaat uit één proton en twee neutronen. Ja, dat wordt dus het tritiumatoom genoemd. En ik heb hier een waterstofatoom. Bestaat uit één proton en één neutron, oftewel deuterium. En die twee die gaan samen fuseren. En als ze gefuseerd zijn, dan splitsen ze zich weer in één neutron en één heliumkern. Ja, oftewel, wat hier optreedt, is een tritiumkern, een deuteriumkern. En op het eind heb ik 4-2 helium, oftewel een half deeltje heliumkern en één neutron. En kernsplijting of kernfusie, in beide gevallen krijg je dus dat de massa voor groter is dan de massa na. Oftewel, er is een massadefect en dus is er energie die vrijkomt, zowel bij kernsplijting als bij kernfusie. Maar bij kernfusie is er een grotere hoeveelheid energie die vrijkomt. Het is in de praktijk wel veel moeilijker om kernfusie gecontroleerd vrij te laten komen. Ongecontroleerd kan het wel. Kernsplijting ongecontroleerd heb je de atoombom. En kernfusie ongecontroleerd heb je de waterstofbom. En waterstofbom is inderdaad veel en vele malen destructiever dan een atoombom. Hoewel een atoombom ook geen pretje is, zoals je weet. Ach, en daar hebben we de zon. Onze bron van energie. Genoeg energie voor vandaag. Het gaat allemaal tot einde komen.